Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Je zou verwachten, het is net ochtend hier of het is avond. Nee, het is gewoon echt serieus heel donker weer. Het is echt... Het is gewoon 9:30 's morgens. Het is gewoon grijs, grauw. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon echt in de ochtend. Daar moeten we het mee doen. Liam, je bent de hele tijd al aan het vervelen. Stop hier nou eens mee. Ik ga ze een tablet geven, want ik kan me kom nog niet keren of meneer zit alweer ergens aan. Of slaat iemand, of doet. En dan kun je zeggen, ja, mijn tablet is geen oplossing. Nee, klopt, maar het is de laatste dag van de vakantie. Laat mij. Let me be. Dus maar goed, vandaag blijven we lekker thuis. En we zien wel hoe de dag loopt. Ze hebben hier een hele horde gemaakt. En daar moeten we het mee doen. Dus. Nou, het stormt. Het is vrij nat. Dus dat. Ik heb de mat schoongemaakt. Hij ligt nu uit te lekken. Want ja... Kinderen die maken natuurlijk ook nog wel eens iets vies. Dus die heb ik helemaal schoon geschropt en gedaan. Dus dat. Ik heb gestofzuigd binnen, maar het is nog één grote zandbende. Maar dat komt ook omdat ze continu overal doorheen lopen. Dus ja, dan gaat dat ook niet helemaal super. Sam die ligt op bed. En ja, ik doe gewoon wat dingen tussendoor. Liam zit continu mami te roepen. Hij heeft er iets nieuws uitgevonden. Maar goed, ik ga zo even de vaatwassen in- en uitruimen. Of uit- en inruimen. En dan zien we het wel weer verder. Door rustig aan. Ja. Ik had natuurlijk laatst bij de Cenos iets gekocht. Ik heb natuurlijk met een vriendin van mij alle pokkies geprobeerd. En ja, natuurlijk zijn die allemaal gewoon lekker verder. Dan had ik deze gezien bij de Cenos. En die gaan we eens even proberen. Dit is met... amandel en chocola. Je ruikt wel gelijk de chocola. Wow. Die zijn echt een stuk dikker. Ook het stokje is dikker naar mijn idee. Alsof je Nutella... met stukjes amandel aan het eten bent. Lekker. Ja. Als je bij Cenos bent, is een aanrader. Deze waren 2 voor 2,50. En dan had ik ook deze gevonden. Deze waren ook 2 voor 2,50. En dat was aardbeiensmaak en gewoon chocoladesmaak. En... ja, hier staat Lotte op. Maar verder weet ik het ook niet. Er zit natuurlijk gluten in en lactose. En oh, hier koekjes met aardbeiensmaak. Ingrediënten. Er zit in ieder geval een crèmevulling in. Laat het gewoon eens proberen. Ik ben benieuwd. Een leuke verpakking, vind ik. Het is zo'n zakje. Zo. En dan komen er van dit soort koekjes uit. Hij ruikt echt naar aardbei. Ik heb de vulling. Die stokjes met aardbei, dat was lekker. Die waren wel oké. Maar dit is echt een chemische aardbei. Ho, 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 ho. Gaat er vandoor. Ah joh, hier kun je toch van de grond af eten, zoveel lichter. Maar goed. Dit is de vulling. Zeg ik een aanrader.
Gewoon een keer te proberen, lekker. Maar het is echt een chemische aardbeiensmaak. Die pokkie, in ieder geval die stokjes met aardbeien, waren niet zo chemisch als die. Dan ga ik nu die met chocola proberen. Dat is natuurlijk een bruin zakje. Liam is trouwens in slaap gevallen. Je ziet al dat er iets bruins in zit. Je ziet ook weer zo'n koala dingetje erop. Ja. Waar smaakt dit naar? Wacht, even een slokje drinken. Dat ziet er zo uit. Het is geen chocopasta smaak. Het is ook geen echte chocoladesmaak. Je proeft wel dat het chocola is, maar het is niet. Hij is niet vies, absoluut niet. Ik zou deze wel kopen, die met de aardbeien minder snel. Maar ja, ik vind de textuur van de chocola een beetje vreemd. Weet jij de Ferrero Rocher? Nee, niet de Ferrero Rocher. Het zijn van die ronde balletjes met hazelnoot eromheen. Die vulling, daar smaakt het naar. Maar dan wel de goedkope versie, zeg maar. Ja, daar smaakt het naar. Het is echt een crème, chocolade crème vulling. Daarom proeft het ook niet naar chocola chocola. Ja. Maar wel lekker. Deze zou ik eerder opeten als die aardbeien. Ja. Maar als ik echt de keuze zou maken, deze. Wie is er thuis? Papa. Papa is thuis! Hi! Hi! Hoi, joepedjoe! Het is een beetje ruzie tussen de gebroeders hier. Jordi ruziet niet. Huh? Jordi ruziet niet. Nee, ik zeg ook niet dat Jordi ruziet, maar die twee wel. Liam wil alles afpakken wat Sam heeft en Sam wil niet dat Liam het afpakt. Nee, ik wil dat niet, Liam. Wat wil je niet? Wat hij eigenlijk, een frietje rendang. Oh. Oh nee, dat is niet de bedoeling. Weet de frietjes namelijk. Een hele goede morgen. Ik ben fruit aan het maken voor de kinderen. Sam die zeurt nu omdat hij ook fruit wil. Ik heb tegenwoordig een tactiek met fruit. Liam die vindt nou op dit moment bijvoorbeeld mandarijntjes niet zo lekker. Sam wel. Dus wat mijn tactiek is. Ik doe 2 stukjes mandarijn. Doe ik bij Liam erin. En laat hij meestal liggen hoor. Maar heel soms eet hij het wel op en dan heeft hij er weer zin in. Dus dan, dan weet ik dat ik de volgende keer mandarijntje er weer in kan doen. Dat is mijn tactiek momenteel. Op dit moment vindt Liam het ook niet lekker om aardbeidjes te eten. Dus hij heeft 2 stukjes aardbei erin zitten. Op dit moment vindt Sam het niet zo lekker om appel te hebben. Dus hij krijgt 2 stukjes appel. Jordi en Sam vinden het geweldig om framboosjes te eten. Liam eerder ook. Maar Liam krijgt dan een paar stukjes framboos. Zodat als hij het wel wil, dat hij het gewoon kan pakken. Dat is mijn tactiek. Ik heb een beetje door wat ze wel en wat ze niet eten. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus
Ja. Als ik mijn tactiek zou veranderen en elke keer dingen zou geven die ze in principe niet eten, ja, dan blijf ik met zoveel fruit zitten. Dus had ik besloten om het zo te doen. Liam die vindt het bijvoorbeeld ook veel lekkerder om schil om zijn appel in te hebben. Dus krijgt Liam gewoon schil om zijn appel. De appels zijn al gewassen, dus die hoef je niet te wassen. Dus dan krijgt hij appel. Ik weet ook niet of jullie het zien hoor. Maar het is dat oog. Liam, kijk eens naar mama. Liam, kijk eens naar mama. Ja, allebei zijn oren staan maar iets. Maar als je hier kijkt, daar is het heel rood. En als je hier kijkt, is het niet. Ik weet niet of het op camera goed te zien is hoor, maar dat is in ieder geval rood. Maar goed, ik ga even zorgen dat Jordi ook fruit heeft. Want hè, meneer Sinterklaas en meneer Kerst. Hij heeft nu Sinterklaas. Dus dan gaat hij eten. Ja, is lekker. Oh, dag juffrouw Roos. Hallo Gijs. Oh. Hallo Sinterklaas. Wat een gezelligheid. Superleuk dat u er bent Sinterklaas. Bent u niet iemand vergeten? De Piet. Oh. En hier zit ook iemand zijn mandarijntjes te slarpen. Lekker hè? Ja. Gezocht en werd daarna zo moe, want toen heb ik hem gezegd dat hij maar even moest gaan. Ja, het is er al hoor. Maar als een zak met cadeautjes kwijt is, dan krijgt helemaal niemand cadeaus. Hij heeft het liefst gewoon zo veel mogelijk gecombineerd. Dus elke keer een ander hapje vindt hij lekker. En het lijkt naar de paard af en toe als hij dan zo eet. Zo. Maar goed, ik ga even zorgen dat ze hun eten binnen hebben. Oh, en trouwens, dit is wel een leuk weetje. Als er niks met Liam aan de hand is, dan moet hij altijd aan tafel zijn fruit eten. Dat zeg ik niet, dat zegt hij, zeg maar. Hij pakt al zijn spullen en dan gaat hij naar tafel. Nu wil hij op de bank blijven liggen. Ook een klein beetje, als hij zich niet lekker voelt, wil hij op de bank zitten. Eventjes een eindresultaat. Jordi heeft hem helemaal op. Sam die heeft op een paar stukjes na de speer... Heeft hij nog een paar, twee stukjes. Dus hij heeft echt goed gegeten. Had ik niet verwacht. Ben ik ook heel eerlijk in. Liam daarentegen. Die heeft de mandarijntjes laten liggen. Hij heeft één stukje aardbei op. Hij keek heel zuur. Dus nee. De frambozen heeft hij laten liggen. Mandarijntje heeft hij laten liggen. Wat ik al verwachtte. En ja, de rest heeft hij allemaal op. Dus hij heeft eigenlijk best wel goed gegeten. Maar hij wil alleen maar op de bank blijven liggen. Het is niet de Liam die ik ken, want normaal zit hij al te etteren. Dus ja, dat. Deze mama had gelijk. Ik kreeg net een telefoontje van Niels. Jordi die, of Jordi, kijk al die namen hè. Jordi en Sam slapen, maar Liam heeft oorontsteking. Ja, dus dat. Nou ga ik heel even wachten tot ze thuis zijn. En dan ga ik even mijn nieuws over hebben wat we de kinderen aandoen. Want ik vind het maar apart weer. Ik weet niet of ik ze een lange broek aan moet doen, een korte broek moet aandoen of wat dan ook. Ik breek even in deze video. Ik ben aan het editen. En ik moet even wat uitleg geven. Mijn oma is 27 augustus jarig. Nou weten jullie dat ze in een bejaardentehuis zit. En dinsdag was 26 augustus en mijn opa wilde heel graag, ondanks dat ze er zelf niet bij kon zijn, toch een beetje haar verjaardag vieren.
sowieso doen we eigenlijk altijd wel jaarlijks een barbecue met het gezin van mijn opa. Dus mijn ooms, tantes, neefjes, nichtjes, mijn ouders, et cetera. En het was gewoon de bedoeling dat we gewoon eigenlijk even bij elkaar kwamen. En eventjes lekker met de familie samen waren. En ondertussen eventjes met onze gedachten een beetje bij oma waren. Dus dat was de bedoeling. Maar de barbecue bevindt zich dus buiten. En wat doe je kinderen dan aan? Daar had ik het over. Of dat ik iets mee moet nemen of doe ik met Niels even overleggen. Dat doen we wel vaker. Dat doen we even sparren met elkaar hoe we het doen. En dan even douchen, omkleden. Niels even douchen, even omkleden. En dan zien we het wel. En nou vooral met Liam met zijn oor vind ik het altijd even tricky. Want stel dat hij wel koorts krijgt, ik moet natuurlijk ook zetpillen meenemen. En vaseline, want ik doe ze nooit droog in hun. Maar ik doe altijd door de vaseline heen en dan... Ja, maar ik noem ze eigenlijk ook nooit zetpillen. Ik noem ze eigenlijk altijd kontkanonnen. Nou, en die heb ik ook nog, dus... Hey, we komen er wel. Hij krijgt in ieder geval een antibiotica kuurtje. En we hebben de tip gekregen om eventjes van de week... een verwijzing naar de KNO-arts te krijgen. Liam die praat natuurlijk ook nog niet. In die zin, zeg maar. En hij heeft al eerder gehoortesten gehad. Maar hij blijft gewoon vaker oorontstekingen en oorpijn houden. Dus ik had ook al gezegd tegen Niels van... ik denk dat ik van de week eventjes een verwijzing ga vragen. Dus... Soms heb je dan nou eenmaal meerdere kinderen die gehoorproblemen hebben. Jordi heeft ook gehoorproblemen, maar dat is weer een heel andere tak van sport bij Jordi. Een heel andere reden dat hij gehoorproblemen heeft. En toen had ik een hele tijd van de dag niet gefilmd. Wij zijn uiteindelijk naar mijn oom en tante gegaan. En daar hebben we gebarbecued met de hele familie. En dat heb ik niet gefilmd, want ik vind dat ook privé. En dat was heel gezellig en heel lekker. En nou zijn we onderweg naar huis. En dan gaan de kindjes lekker een flesje krijgen. Liam nog een antibioticaatje. En dan werd hij lekker slapen. Dus dat. En dan is morgen weer zondag. En voor de rest ga ik vandaag niet meer filmen, maar ik ga daar lekker de bank op. Een hele goede morgen. Wat wil je vertellen? Oké. Kijk wat doe. We waren lekker vroeg op. Dus blijf van Joefse staart af. Liam, je mag niet aan Joefse staart. Nee. Hey, wat hoor jij daar niet van? Ook al heb je oorontsteking, wil niet zeggen dat je niks hoort. Want dat weet ik zeker. Ja, dat. Sammy zit bij papa. En Jordi zit daar. Dus ja. Nou, en wat is de planning van vandaag? Sowieso boven poetsen, Joef douchen. En boodschapjes doen voor morgen. Au. Want morgen gaat Jordi weer naar school. Oh, Niels wil Formule 1 kijken. Dus dat betekent ook dat de kinderen bij hem zijn. Niels heeft een beetje migraine. Niels heeft last van migraine. Heeft hij last van. Dadelijk ontbijt maken. Dus ja, hè? Alles klaarzetten voor morgen. Want ik moet weer een hele hoop zooi meenemen voor Jordi. Dus ja, hè? Dat is wat we moeten doen. Komt allemaal goed. Ja? Komt goed? Oké. En dan gaan we weer lekker ontbijten.
Is lekker, Jordi? Ja? Oké. Okay. Ja, volgens mij vinden jullie het ook lekker, hè? Jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Ik heb echt veel gedaan. Ik ben nu op zolder. Ik heb de boel hier gepoetst. Ik heb hier heel veel opgeruimd. Dit zijn wasmanden. Die zaten eerst allemaal gevuld. Die zijn allemaal leeg. Gevuld met kledinghangers. Dat soort dingen allemaal heb ik allemaal opgeruimd. Ik heb slaapkamers van de kids helemaal gepoetst. De douche is gepoetst. Joef is gewassen. Ik heb echt veel gedaan. Echt heel veel gedaan. Dus ja, dat. Nu moet ik nog heel eventjes de overloop dweilen. En dan gaan de kinderen daar douchen en naar bed. Want ja, hè, dat is ook nodig. Liam die heeft vandaag van Niels een nieuwe lamp gekregen. Een schildpadlamp. Want hij vond het toch niet zo leuk zonder lamp aan de muur. Dus die heeft hij vandaag gekregen van Niels. Niels heeft die opgehangen. En nee, hij heeft hem nog niet gezien. Dus ziet hij straks. En dan ja, heb ik alles netjes. Ik heb de ramen nog heel eventjes openstaan. Op een haakje. Zodat ik nog even kan luchten. En ik heb nog een drogertje aanstaan. En dan moet ik straks nog eigenlijk of morgen eventjes nog een was met handdoeken aanzetten. En dan ben ik bij met mijn was. Want ook dat heb ik vandaag gedaan. Echt veel gedaan. Nou, straks nog beneden eventjes. Ik had van de week natuurlijk de mat helemaal schoongemaakt. Die kan vandaag weer terug, want die is volledig droog. En dan moet ik nog hier een hele hoop bende opruimen, et cetera. Maar hey, daar kan Niels me mee helpen. Dus die helpt me vanavond mooi met beneden alles opruimen en even poetsen. Niels? Ik ken hem niet. Nee, ken je die niet? Niels zit hier op de wc. Ik kan daar niet filmen. Dus ja, dat. En toen had ik gisteren alles weer opgeruimd en alles klaargezet, et cetera. En ik wou het nog filmen, maar ik was zo moe dat ik het vergeten ben. En ja, dus dat. De mat ligt er al wel weer in, et cetera. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Maar goed, bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.